Welkom bij je vlog. Goed zo. Nou, dan ga ik erin zetten. Ga je het ook zeggen? Welkom bij de vlog. Ik versta het niet. Kom, zeg maar. Welkom bij de vlog. Bij de vlog. Wat deed je nou? Dit nog eens. Hè? Huh? Hoe dan? Nog een keer. Gaan we het filmen? Ga ik het in de vlog doen? Draai hem eens om. Draai hem eens om, zelf. Draai hem eens om. Hup, hup. Waar, Patrick? Knap hoor. Dat komt volgende week in de vlog, oké? Oh, heerlijk. Hup. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Gisteren was het donderdag. Ja, het is jullie vast niet ontgaan. Gisteren was donderdag. En dan, ja, het heeft echt super hard gewaaid. Waait lekker. Oh, de rest van de schutting is kapot. Dus gaan we maar eens eventjes opruimen. Kijk, nog wat meer plankjes. We waren er ook af. Ik hoop dat jullie allemaal niet te veel schade hebben opgelopen van de wind. Jullie hebben gezien dat mijn vader die is de kindjes thuis komen brengen. Dat was een heel drama om die echt thuis te krijgen. Daar heb ik aardige kilometertjes voor mogen omrijden. Helemaal niet erg natuurlijk. Ja, in mijn leven hebben mijn ouders zoveel voor me gedaan. Dan kan ik dat ook wel doen. Alleen ja, gisteren was de dag, dus donderdag, met die wind, dat mijn vader terug zou vliegen naar Turkije. Nou, dat ging niet helemaal van een leien dakje. Het vliegtuig kwam landen op Charleroi, waar dus eigenlijk ja, de kinderen ook zouden landen. En door de wind moest hij een doorstart maken en is hij uitgeweken naar Zaventem. Ik had middagdienst, ik was 's morgens ook nog even een beetje lopen klussen en dan lekker middagdienstje draaien. En ik was net thuis, ik deed mijn voetjes omhoog met een schrobbelaartje. Ik denk, dan ga ik eens lekker van mijn rust genieten, want het was... Ja, het was echt een enorm drukke week, hectische week. En mijn lus is ook net wakker, die gaat vanavond weer de nacht in. Ja, in ieder geval veel wind, veel drama. Ik heb gisteravond mijn vader nog opgehaald. Ik had gelukkig nog niet gedronken. Ik had natuurlijk van Michael die fles Grobbelaar had. En ja, ik snap nu ook wel een beetje waarom. Hij had een ervaring in Italië op het circuit. En... ja, ik zal je een paar foto's laten zien. Kijk even mee. Ja, daar had hij dus mijn camera voor nodig. En hij heeft ook een leuk filmpje gemaakt te zien op zijn YouTube-kanaal. Ja, hij had wel een unieke positie. Ook op het circuit zelf, zeg maar, in de pits en zo. Ja, daar kom je normaal niet. Dus dat was wel stoer. Maar ja, de wind. De wind heeft voor, bij veel mensen toch wel voor problemen gezorgd. Onze schutting was al niet heel best, maar die is nu weg. Er staat nog één paneel. Hier staan nog twee halve panelen. Daar ligt er een eentje, die is ja, goed omgewaaid. Dus die ga ik eventjes opruimen. En dan de kereliet wat er nog tegen moet, dan ga ik ook maar eens eventjes veilig wegleggen. Het hoeft ook niet weg. Ik heb het nog nodig, moet hier nog allemaal tegenaan komen. Het zou vandaag een mooie dag geweest zijn om daaraan te beginnen, maar ja, ik heb nog niet alle delen. Kijk maar eventjes mee hoe ik het ga opruimen. Maar dan moet ik er toch eens werk van gaan maken om dat door te trekken helemaal naar daar. Ik wil gewoon een mooie afscheiding neerzetten. Eens even kijken hoe we dat gaan doen. Voor nu heb ik in ieder geval de... uit de schuttingdelen die kapot waren uit de brandgang gehaald. En ik ga nog heel even verder met die pc. Die moest eigenlijk vandaag af zijn. Maar door de onvoorziene drukte is dat niet gelukt. Dus ja, goed. Het kan nog lukken. Dus even chillen. Over een uurtje moet ik naar werk. Nou, computer van de buurman. Ja, die kon Windows 11 niet installeren omdat dit uitstond. Dus ik heb hem nu aangezet, gaan we upgraden naar Windows 11. Dat is te saai om te laten zien. Ga ik ook niet helemaal laten zien. Maar in ieder geval, deze twee settings moesten even goed gezet worden. Dan gaat hij opnieuw opstarten. En als het goed is, kan ik dan Windows 11 upgraden. Nou, na een check-up voldoet deze PC aan de Windows 11. Dus die gaan we even updaten. Kijk, en hij is lekker aan het installeren. Succes ermee, ik ga even een hapje eten.
voordat ik naar werk moet. Hij zit wel lekker te genieten van een oude vlog. Waarbij Joël al die, die appeltjes op zit te eten. Ik zal hem wel even linken in de beschrijving. Dat is echt geweldig. Joël zit stiekem elke keer die appeltjes op te eten. Handig hè, zo'n bureautje op je slaapkamer. Ja. Ja, lukt het met huiswerk? Ja, het is best makkelijk. Oké. Okay. Eigenlijk. Succes. Mm-hmm. En het is maandag. Ik heb weekend. Vrijdag moet ik weer beginnen in de vroege. Ja, ik heb eigenlijk nog niet zoveel opgenomen. Ik heb eigenlijk ook nog niet zo heel veel kunnen doen. In verband met werk en slecht weer. Dus ik ga nu in ieder geval even foto's maken voor Erwin. En ja, dan gaan we eens even verzinnen wat we deze week gaan doen voor de vlog. Want ja, geen beeldmateriaal is geen vlog natuurlijk. Dat is best goed nieuws. Het is mooi weer. Ik heb weekend. In Goes hebben ze die profielen op voorraad. Voor rond de kozijnen, voor dat keraliet. En dan heb ik ze gewoon strakjes. Over, weet ik veel, ja, ik ga even mijn boterhammetje ei opeten. En dan rijd ik door. Dus over anderhalf uur ben ik terug thuis met profielen. Dus dan kunnen we die profieltjes monteren aan de achterkant. En ik heb nog hartstikke veel stukjes die toch niet lang genoeg zijn van keraliet. Om dan die stukjes te zagen. Dus dan gaan we deze middag besteden aan de achterkant wat keraliet monteren. Dus het voelt echt zo lekker dat ik dat klaar kan gaan maken. Dus daar gaan we aan beginnen. Ik eet even mijn broodje op en dan gaan we rijden. En als we terugkomen zal ik een timelapse opzetten. Blij dat ik daar weer eens even lekker aan door kan. Oh, kijk dan, wat een dikke S4B9. Oh, oh vet. Oh, heerlijk. Nou, zoals jullie hier zien, ik heb keraliet en profieltjes, basisprofieltjes. Dus ik kan eigenlijk gewoon de voorkant grotendeels dichtmaken. Profieltjes zitten er dus tegen, zo. Tot daar en daar helemaal. Dus dan kan ik deze dingetjes ga ik zagen. Ik moet even mijn zaagje ophalen bij Michael, die ligt er nog. En dan, ik heb even gekeken hoeveel ik hem moet hebben. Was, daar heb ik er nog 11 van nodig. 11 van 23 en nog eens 11 van 23. En die doe ik later even. Want dan moet ik nog een klein beetje strip halen. Dan moet ik even kijken hoeveel ik precies nodig heb. Maar ja, als die ertussen zitten, dan kan ik die bovenste gaan doen. En dan, ja, dan is deze kant eigenlijk dicht. Dus ik heb nog één hele lange. En ik heb dan nog wat restjes liggen. En die restjes die zal ik allemaal nodig hebben voor daartussen. Dat heb ik ongeveer uitgerekend. Dus dan moet ik alleen die hoek nog een keer dan niet voor hebben. En voor van boven. Deze kant is natuurlijk dicht. De andere kant bij de buren is ook dicht. Dus dan is het alleen de hoek afwerk latjes. En hier zeg maar die latjes. Die heb ik ook al restjes liggen. Waaronder deze. En die komen daar in principe. Zo. Als hier dan die latjes komen, dan komen die daar zo in. Als afwerking. Misschien kan ik het beter hiervoor doen. Sommigen hebben dat natuurlijk in de oude vlog al gezien, maar dan komt het zeg maar gewoon zo. En dan helemaal door. Het is lekker bezig. Weer een stapje verder. Nou, super. Nou, dit is dus super handig. Dit kleine dingetje straalt dus een laser uit. En dan kan ik dus gewoon overal keurig netjes de hoogte aftekenen. Wat die moet zijn. Echt perfect gewoon. Gaan we even streepjes zetten. Haha.
nou, jullie zien het. Alles perfect op dezelfde hoogte. Dinsdag waterpas. Dan is het gewoon goed. Die dingen. Die en die. Ja, echt perfect. Die zitten nu allemaal op dezelfde hoogte. Het is gewoon een kwestie van monteren. Ik heb een nieuw dieet gevonden. Ik wil afvallen. Chips dieet, met alcohol. Ja. Is movie night. Ja, een lekker serietje kijken samen. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. In alles. Ja. In mij ook. Ja, misschien wel. Misschien. Misschien. Ja, wat? Nee. Dracula uit je neus. Ja, ik heb dat spul gebruikt, maar dat werkt wel. Maar dan werd hij weer te snotteren. Ik denk, ik ben zo blij, ik duw die proppen erin. Mm-hmm. En dan loop ik niet langs mijn... even kijken. Ja, ik klink nog een beetje vrot. Ik ben wel echt een stuk opgeknapt. Ik heb eens goed geslapen, antihypine erin. Nu lekker even ontbijten met een bakje thee en chidrange. Ik heb mijn neus even gespreid en dan krijg je weer lucht. En dan verlicht eigenlijk gewoon niet druk in je hoofd. Daarna ga ik nu eventjes die plankjes zagen. Want ik heb gisteren mijn zaag nog opgehaald. Alleen toen was het toch wat te koud en toch wat laat om er aan te beginnen. Ik ga gewoon even een serietje kijken met mijn Loes. Vroeg naar bed. Ik kan lekker slapen. In de hoop dat ik lekker opknap. Nou ja, ik voel me echt wel iets beter. Ik ga me gewoon lekker dik warm aankleden. En ik ga zo meteen gewoon even al die plankjes zagen. En als ze gezaagd zijn, ga ik ze monteren. Dus kijk even mee. Nou, ik moest gisteren iets ophalen in België. En ze waren op het land bezig geweest. En dan moest ik langs. Moet je kijken hoe smerig die auto is. Kijk dan, hoefjes. Ja, die moeten we vandaag echt even wassen. Hier, het zit helemaal in mijn velgen. Oh. Mijn auto weerspiegelt niet eens meer. Normaal zie ik mezelf in weerspiegeling. Oh, dit is echt heel erg. En dan te bedenken dat ik hem de dag ervoor gewoon echt helemaal gewassen had. Helemaal gestofzuigd. Helemaal de deurspanning en alles goed gewassen. Nu zo vies. Ik ga hem eens eventjes afspuiten, kijken of het ergste eraf kan. Is er... Het is nog geen dien, maar het is al beter om te zien. Is vies. Die ga ik straks afpoetsen. Maar kijk eens hoe mooi, jongens. Kijk, die zit erop. Die zit erop. Die afwerking zit erop. En daar moet ik hem nog het onderste deel daar zo. Die punt helemaal. En dan, ja, langer is die niet. Dus dan moet nog een restje worden. Maar dat komt helemaal goed. En dan moet ik de, even kijken. Dan moet ik de horizontale stukken vanaf hier naar daar. Die moet ik er nog op doen en dan komt er dan een beetje, zeg maar, zo uit te zien. Dat is daar in het hoekje. Ja,
keurig gewoon. Dat gaat echt netjes worden. Lekker opgeschoten. Dat stukje is voor een andere dag. Ik heb nog één plaat over van 3 meter ongeveer. Ja, ik moet kijken. Misschien kan ik daar die ene nog wel uithalen. Ik ga eens even kijken. En met die beelden sluit ik deze vlog af. Ik heb die ene nog gezaagd op lengte. Nog niet onder de hoek. Ik heb eigenlijk geen zwaaihaak. Dus ga even kijken hoe ik dat uit kan meten, zodat ik hem toch kan zagen. Het begon zo hard te regenen dat ik dacht van, ik stop hem even voor vandaag. Ga lekker douchen. Als het goed is heb ik morgen een hartstikke leuke fotoshoot. Die is wel al 2 keer verzet. Dus ja, ik ben benieuwd of die doorgaat. Ik denk het wel. Ik heb net even een berichtje gestuurd voor de zekerheid. Dat doe ik altijd de dag van tevoren. Zodat ik niet voor niks alles naar beneden haal en alles begin op te laden en zo. Ik heb bijna nog vergeten te zeggen, superleuk. 182 abonnees. De afgelopen week heb ik dus 8 abonnees bijgekregen. Dankjewel voor jullie support. En ik zit bijna onder 100 video's. Als ik nou nog 18 abonnees erbij krijg, binnen nu en 3 video's, dan heb ik en 100 video's en 200 abonnees. Dat zou toch wel heel mooi zijn, hè? In januari ben ik alweer 2 jaar bezig. Het gaat zo snel de tijd. Maar het blijft leuk. Bedankt voor het kijken. Vergeet dus niet te abonneren. En ik zie jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later.